Het spijt me dat ik het zeg, maar het moet mij van het hart. Deze beschaving heeft zijn beste tijd gehad. Er is van alles aan de hand en de noodklok luidt. We moeten als we verder willen drastisch achteruit. Ja, dat worden harde tijden, denk ik zomaar, wie ben ik? Stel, ik is er dan wel weer een dijk van een hit. Een liedje uiteraard met een zonnig perspectief, maar zelf ben ik minder positief. Geen kans meer op het paradijs, geen dromen daaromtrent. Alleen nog maar de realiteit en die is harder dan je doorgaans denkt. Geen kans meer op een ideaal en dat betekent dus voorlopig weinig keus. Het wordt voor het misschien op nuchteren, maar voor de derde wereld desastreus. De cocaïne dealers en de wapenhandelaars, de pooiers en de koppelbazen met een handelswaar. Zij alle hebben werk even als de klusjesman. En natuurlijk op de onderwereld zo nu en dan. Maar boven grond broeit er de onverdraagzaamheid. Fabrieken en kantoren leggen er wel aan erbij. Gelukkig gaan de arbeidsvitamine vrolijk door, ook al staan we met z'n allen op doodspoor. Geen kans meer op het paradijs, geen dromen daaromtrent. Alleen nog maar de realiteit en die is harder dan je doorgaans denkt. Geen kans meer op een ideaal en dat geldt ook voor de rijken onder ons. Die vogelvrij zijn zonder bodyguards en die was zitten voor een monetaire bom. Soms zie ik politieke leiders 's avonds op de buis. En die hebben als beginsel het symbool van het kruis. Ze wijzen in principe naar de man van Nazareth. Maar pleit het desalniettemin toch voor de kruisraket. Er is een wedloop aan de gang om de money en de macht. Ten koste van miljoenen hongerlijers iedere dag. En als ik dan die politieke ijdeltijden zie, dan zou ik willen bidden, maar tot wie? Geen kans meer op het paradijs, geen dromen daaromtrent. Alleen nog maar de realiteit en die is harder dan je doorgaans denkt. Geen kans meer op een ideaal, wanneer ik denk aan Hiroshima en dan zie hoe iemand daar toch in geloven kan. Ja, dan zou ik kunnen bidden, maar tot wie? En nu wordt er weer geroepen om een nieuwe sterke man. En dat is op zichzelf al een teken aan de wand. Persoonlijk denk ik eerder aan een koersverandering. Van zo'n 180 graden schat ik bij benadering. Maar nog altijd gaan we verder ronden in de slavenweg. De aarde wordt verziekt en de wereld knettergek. Je stijgt er bovenuit of je gaat er onderdoor. Maar hoe dan ook, we staan er samen voor. Geen kans meer op het paradijs, geen dromen daaromtrent. Alleen nog maar de realiteit en die is harder dan je doorgaans denkt. Geen kans meer op een ideaal, maar nog altijd zijn we dapper op de been. Er is een raadsel dat je hoopvol blijft en ook nog lachen kan door alle tranen heen. Wanneer die aardige meneer die op de vierde woont en roept eindelijk alles goed, dan is het even later feest en deksels nog aan toe. Heel de galerij komt op bezoek, tot op in de gang, lachen en gezang als hij op de schouders gaat.
Maar dan komt er een bericht, even een correctie tussendoor. De computer was defect, sorry voor daarnet. En er verschenen nieuwe cijfers op het scherm. En dan is het sprookje uit en de consternatie groot. Hoewel de hoofdpersoon die houdt zich ferm. Die is alleen maar sprakeloos en wordt in paniek getroost. Totdat er aan de voren wordt gebeld. Er staat een man breed lachend en die weet van niks met zijn 12 kratjes die die zijn besteld. En dat overmaat van romp ook nog iemand van de kromp. Plus een jonge energieke fotograaf. En daarachter een pastoor met volledige tenue. De complete harmonie Cecilia. En daar gaat de eerste uit, want ze spelen ongelijk. En er gebeurt niet ook van alles tegelijk. Maar dan verschijnt de commissaris en die brult, waar is hier aan de hand? En even later als het stil is, wie is hier de bewoner van dit pand? En dan keert de aandacht terug naar onze aardige meneer Verheer. Hoe was zijn naam niet ook alweer? Nee, hij is weer op de benen en dan kijkt hij soms heen. En dan lacht zo wat per ongelukke keer. Alsof hij daarmee zeggen wil, let maar even niet op mij. En zoiets, het breekt de spanning en iedereen is opgelucht en blij. Maar dan vervolgens barst die, knarst die. En dan weer lacht die, rilt die, trilt die. En dan uiteindelijk gilt die. Oh, bijna had ik prijs. Het beroemdelotje uit de loterij. Alleen dat ene cijfersje was negatief. Is dat niet om te huilen, zeg nou waar of niet? Ja, bijna had ik prijs. Het beroemdelotje uit de loterij. Alleen dat ene cijfersje was negatief. Is dat niet om te huilen, zeg nou waar of niet? Zo heb ik een man gekend een jaar of wat geleden. En die had ze alle 13 goed. En die is meteen nadat hij eerst gescheiden was, maar even vrolijk en van goede moed. Naar Monte Carlo afgereisd en diezelfde avond nog speelde hij door het naast je sheik. En hij werd een trouw bezoeker en een bekend gezicht na korte tijd. En dat allemaal om de kick van dat kleine ogenblik waarop het balletje reutelde in het rad. Dat fascineerde hem, mijn daar genoot hij van. Bovendien was hij graag gezien de gast. En hij genoot van kaviaar en champagne uiteraard. En beleefde menig liefdesavontuur. En het heeft zo bij elkaar, alle dagen was het feest. Een hele mooie zomer lang geduurd. Toen heeft hij al wat hij nog had op cijfer 12 ingezet. En dit na lang beraad en op advies van een donkere vriendin, nummer zoveel in de reeks. Die beweerde dat ze helderziende was. Dus 12 volgers haren even leek het nog zo waar. Dat die rijke worden zouden nooit ervoor. En wat jammer nou voor haar, wat des te meer vervelender voor hem. Het werd 13, oh la la, en dat betekende faillissement. En met een schijnbaar onbewogen adieu, mes amis, is hij daarna het casino uitgegaan. En aan de reling van de brug, na een hele diepe zucht, toen heeft hij even op het punt gestaan. Maar op dat heilige moment, heeft hij zich gelukkig nog bedacht. Om dan vervolgens uit te barsten in een minutenlange schaterlach. En toen pas proestte hij, hoestte hij, hachi, nieste hij, gezondheid, merci, kortom brulde hij. Bijna had ik prijs, het beroemde lotje uit de loterij. Alleen dat ene cijfertje was negatief. Is dat niet om te huilen, zeg maar waar of niet? Ja, bijna had ik prijs, het beroemde lotje uit de loterij. Alleen dat ene cijfertje was negatief. Is dat niet om te huilen, zeg maar waar of niet? En zo kan het dus gebeuren op een doodgewone avond, zeg maar ergens in de binnenstad. Dat een onbekend figuur je staande houdt. Te zo te zien lijkt hij niet zo enthousiast. En je vermoeden wordt bevestigd wanneer hij zwijgend zijn beide handen op je schouders legt. En in zijn ogen staat een blik alsof hij een gorilla heeft gezien. En natuurlijk vraag je dan tenminste, als het even kan, is er iets wat ik voor u zou kunnen doen? En je peinst te prakkezeerd, werd hij soms gemolesteerd of je pocht dus van een voetballegioen. Of liet zijn vrouw hem in de steek en is hij daarop zo verslag? Dat zou kunnen, maar voorlopig zegt hij niets. Maar je geeft de moed niet op en je vraagt in deze keer of dat hij zin heeft in een putje of zoiets. En hulpvaardig als je bent, hoewel je hem eigenlijk niet kent, maar tenslotte sta je er ook niet voor de lol.
Zit je daar al even later in een onbekende kroeg, en daar is het op het uur nog aardig vol. En ook de mensen in het café leven zeer bezorgd mee, en iemand belt de vaste GGD. En terwijl men ondertussen tot een of ander knaleffect besluit, ontlaten zich ineens allemachtig plotseling een onweersbui. En dat was een harde knal, maar je schrikt toch bovenal nog het meeste van een kleine bange stem. Er is je met gezel en die vraagt het hele snel: kan iemand mij vertellen waar ik ben? En daarop kreunend: hoe kwam ik hier in vredesnaam terecht? En dan roept er eentje: bingo! Omdat die eindelijk iets heeft gezegd. Maar dan nu je vervolgens hikt die, snikt die, bijna stikt die, hijgt die, dreigt die, en tenslotte krijst die. Bijna had ik prijs, het beroemde lotje uit de loterij. Alleen dat ene cijfersje was negatief. Is dat niet om te huilen, zeg maar waar of niet? Ja, bijna had ik prijs, het beroemde lotje uit de loterij. Alleen dat ene cijfersje was negatief. Is dat niet om te huilen, zeg maar waar of niet? Ja, bijna had ik prijs, het beroemde lotje uit de loterij. Een jonge vrouw knuffelt haar baby. En die zal wel onder haar slapen gaan. En ze neuriet daarbij een melodietje. Tot in de keuken, dan blijft ze staan. De radio heeft haar doen zwijgen. Er volgt een extra nieuwsbulletin. Ze luistert verbaasd, maar eventjes later zit ze verslagen. En dan knapt er iets wat ze van binnen voelt en heel goed kent. En juist terwijl ze dachten zijn gehad, gewend was aan een bestaan apart, snikt ze en beseft ze eens te meer. Ook al verstap je dan een half verdriet, harteloos dat ben je zeker niet. Jouw stenen hart, dat huilt wel eens een keer. Hetgene onlangs in Libanon gebeurde, gebeurt in Zuid-Amerika iedere dag. Daar worden hele dorpen uitgemoord in koele bloeden, waarna een bulldozer die plek verandert in een massagraf. Maar vroeg of laat zullen die graven weer worden geopend. En een cameraman zal ook daar zijn werk doen. En s'avonds in het journaal zien we het weer allemaal. Bij die beelden was maar een woord infernaal. Toch krijgen het steeds meer mensen eindelijk door. Hoe systematisch daden komt aan boord. Het is de Gestapo die dan nog dagelijks marcheert. Ook al begrijp je niets van politiek,
harteloos, dat ben je zeker niet. Jouw kastelen hart, dat huilt wel eens een keer. Wanneer ik zomers na een lange hete werkdag thuis kom en dan de kamperfolie in de avond rijdt, ja dan weet ik pas hoe blij ik ben, zeg maar gelukkig. Het is of ik dan de hele wereld in mijn armen slijt. Ja, daar is het uur waarop de vlinders en de vogels rusten. En mijn hart zingt alsof er nauwelijks tijd passeert. Hoewel ik weet uit ervaring ondertussen, er komt een tijd eens op een dag, dan huilt het weer. En ook al ben je dan blijkbaar nog zo goed in het verwerken van je tegenspoed, er komt een dag, ja, dan huil je weer. Al lijk je 10 keer harder dan graniet, harteloos, dat ben je zeker niet. Jouw stenen hart, het huilt wel eens een Je hoort de bezoekie waar je ook bent.
wel nog altijd als man de Sataki. En daar is ook communicatie, of je de taal nu wel of niet kent. Oh nee. Alle dagen om het even, opstaan met als hobby leven. Mijn liefje, ik zing het steeds weer. Oh, de hemel hier is toch zo'n blauwe schone. Zou dat het kunnen zijn, zou het daar misschien doorkomen? Dat ik hou van dit land, al zo lang. En steeds meer. Soms heb ik wel eens moeite met het opstaan, en meestal heb ik dan wel een excuus. Pijn in mijn rug, vooral als ik kuch. Dus überhaupt geen trek in discussie. Niets zal mij die dag kunnen bewegen. En ofschoon ik verse koffie ruik, groeit me verzet en blijf ik in bed. Maar ja, dan twijfelt mijn intuïtie. Of zullen we de sprong maar wagen? Het leven is een avontuur. En ook een kwestie van een beetje geluk, tenminste voor zo lang het duurt. Ja, laten we de sprong maar wagen en springen in de wetenschap. Dat het geloof in jezelf het belangrijkste is. En pas daarna komt de volgende stap. Maar kijk eens naar de leeuw in de vlakte. Zo s'avonds tegen etenstijd. Die nog altijd speelt, maar dan uitkeelt. Of dat als hij honger krijgt. En dat is dan ook zijn enigste beslissing. Lekker blijven liggen al dan niet. Ja, dat is de vraag. En ook weer vandaag. Maar dan ineens, wanneer die een prooi ziet. Zullen we de sprong maar wagen? Het leven is een avontuur. En ook een kwestie van een beetje geluk. Tenminste voor zo lang het duurt. Ja, laten we de sprong maar wagen. En springen in de wetenschap. Dat het geloof in jezelf het belangrijkste is. En pas daarna komt de volgende stap. Iemand op de 13e verdieping staart in de diepte naar beneden. Dan blikt hij omhoog en God zij geloofd. Heeft hij besloten dat hij toch maar niet zal springen. En even later met een borrel in de leunstoel komt hij weer een beetje tot zichzelf. En nog half ontdaan zet hij de televisie aan. En daarop hoort hij tot ontzetting hoe ze zingen. Oh jee, oh nee. Of zullen we de sprong maar wagen? Het leven is een avontuur. En ook een kwestie van een beetje geluk. Tenminste voor zo lang het duurt. Ja, laten we de sprong maar wagen. En springen in de wetenschap. Dat het geloof in jezelf het belangrijkste is. En pas daarna komt de volgende stap. Ach, het leven is niet alle dagen bingo. Je moet roeien met de riemen die je hebt. En soms lukt het nog ook, maar dan blijkt sappeloot. Dat je weer meedoet aan die malle competitie.
En hoe vaak werd ik daar niet in getackeld? Ook als de club collectief had gefaald, lag altijd aan mij waarop ik dan weer zei. Krijg maar de pleuris en de types allemaal. Maar na een tijdje doet zoiets niet meer zozeer. En nog wat later denk je dan vanzelf weer. Of zullen we de sprong maar wagen? Het leven is een avontuur. En ook een kwestie van een beetje geluk, tenminste voor zo lang het duurt. Ja, laten we de sprong maar wagen en springen in de wetenschap dat het geloof in jezelf het belangrijkste is. En pas daarna komt de volgende stap, meestal. Als ik de sterreclame zie of hoor, met al die overdreven lieve blije mensen, dan weet ik daar nou weer precies hoe onwaardig al die mooie praatjes zijn. En ook mijn zoontje heeft daarop al zo zijn eigen kijk. En die vindt het allemaal prima en daarbij zingt hij met mij. Ja, wat het mooiste is, dat is nog niet het beste. En wat het beste is, dat hoeft niet duur te zijn. Het is begoocheling wanneer jij dit zou denken. Want als je klakkelijks maar alles consumeert en enkel nutteloze luxe ambieert, ja, dan zwem je niet vermoedend in een pijk en daar kom je doorgaans diep ontgoocheld bij. Maar ook een mooie vrouw of man kan je soms lelijk in de nesten laten zitten. Wanneer ze een ander kiest, dit alleen omwille van iets kapitaal. Daar zou ik denk ik achterop niet al te rouwig om zijn, oh nee. Want ik zou zingen alle dagen dit refrein, ondanks de pijn. Oh, wat het mooiste is, dat is toch niet het beste. En wat het beste is, dat hoeft niet duur te zijn. Het is kortzichtigheid, wanneer je het zou denken. Want hier dat hele hart dat vol van liefde is, is toch veel mooier dan dat van een egoïst. En dat geldt ook even zo en onverkocht voor elke glimlach die oprecht geschonken wordt. Ook een atoomfabriek, helaas, hoe fraai en schoon die dan van buiten ook mag lijken. Maar toch produceert die iets wat ons nog generaties later heugen zal. Als dan de rekening inmiddels is gepresenteerd en men door schade en door schande heeft geleerd, daar gaan we weer. Oh, wat het mooiste is, dat is nog niet het beste. En wat het beste is, dat hoeft niet duur te zijn. Er is een misverstand wanneer je dit zou denken. Want wat koop ik nou voor kar en energie, zolang die zogenaamde schone industrie nucleaire afvalstoffen dumpen blijft. Het is schandalig en misdadig tegelijk.
Dus wat is nu de essentie van de zaak? Als het om kwaliteit op dat soort dingen gaat. Wel, volgens mij is kwaliteit wel dan uniek. Als het beantwoord aan het goede, anders niet. Op een dag het ineens tot je doordringt, en dat je zo niet langer verder wilt gaan, en dat je niet langer alleen maar kunt denken. Het zal mijn tijd wel duren, ik zie het wel aan. Ja, dan blijkt inderdaad dat er toch iets in jou werkte. Je switste op tijd van kanaal. Prijs je gelukkig dat jij het bemerkte. Ook al was het niet meer dan een simpel signaal. Zolang je gezond blijft, weet je niet beter. Zolang je succes duurt, ga je maar door. En dan sta je niet stil bij hetgeen wat je voortdrijft. Want je bent net een sneltrein, zo raas je maar voor. Maar toch komt er een keer een moment van bezinning. Of wel bots je er een klap frontaal. En dan kom je jezelf zo hopeloos tegen. Maar je kunt het ook zien als een tijdig signaal. Iedere mens krijgt, zegt men, op het eind van zijn leven, in een flits, als het ware een soort visioen. En daarin aanschouwt hij zichzelf dan heel even. Van het prilste begin
tot zijn laatste seizoen. De een noemt die inblik de wet van het karma, een ander het eindtribunaal. Maar wat het ook zijn mag, je weet het niet zeker. En misschien komt er daarna nog wel een signaal. In Genève, in een villa, die dag en nacht intensief wordt bewaakt. Daar praten twee mensen al maanden en jaren over ontwapening, een zeer duistere zaak. Het gaat om getallen en niet om de vrede. Ook al vliegt er dan ergens heel ver hier vandaan een kleine verkenner met een vredige boodschap uit naam van de mensheid. Ja, ver hier vandaan er een ruimte satelliet op weg naar de sterren en daar in het verschiet het oneindige heelal. En wie weet komt er een antwoord dat voor eens en vooral uitkomst brengen zal. Je vraagt je soms af, waar kan je nog schuilen? Ik zou het niet weten, waar zit je nog goed? Ook al heb je de wind nog steeds in de zeilen, je moet constant laveren, ja bij al wat je doet. Tussen angst en obsessie en duizend conflicten en steeds meer agressie, zo zigzag je voor. Maar ondertussen, ver van dit alles en zonder problemen, ja nog altijd rechtdoor, vliegt er een ruim. Op weg naar de sterren en naar in het verschiet. De oneindige heelal. En wie weet, komt er een antwoord dat voor eens en vooral uit weg bieden zal.
toch brandt er nog hoop in ontelbare harten. Een verlangen naar vrede, en zover ik kon zien, op die dag in november, ja dat was hartverwarmend. En dat rechtvaardigt mijn hopen, en bovendien ligt er een ruimte satelliet op weg naar de sterren en naar in het verschiet. Een antwoord dat voor eens en vooral inzicht brengen zal.